welkom bij mijn Mei TBR video. Ik heb weer een hele berg boeken bij elkaar gezocht die ik in de maand mei wil lezen. Meestal hou ik me daar wel aan. Het is eigenlijk zelden dat ik nog een ander boek erbij pak die ik dan toch er tussendoor sneak om te gaan lezen. Ik ben echt wel iemand ook van lijstjes. Ik hou van structuur. Dus ik heb altijd een plankje op mijn karretje met alle boeken die ik in de mei maand wil lezen of in een maand wil lezen. Het enige is dat ik dan vaak wel een heel ruim opgezette TBR samenstel, die ik ook eigenlijk never nooit in zijn geheel kan lezen. Maar daardoor maak ik wel een beetje het voor mezelf iets makkelijker, omdat ik dan wat meer keuze heb aan boeken. Ik heb de stapel hier liggen. Ik moet wel zeggen dat er een aantal boeken nog niet bij zitten, want die lees ik dan voor mijn werk voor Boek van de Maand. En daar is nog niet alles van uit. Dus ik heb van één boek bijvoorbeeld alleen een papieren versie, dus echt A4'tjes uitgeprint, maar ja, die ligt beneden. Dat heb ik er nu even niet bij geteld. Dus er zijn sowieso denk ik nog wel 3 boeken die hierbij komen die ik voor Boek van de Maand moet gaan lezen. Maar ik weet ook de titels daar niet helemaal van uit mijn hoofd. Laten we beginnen met het boek waar ik inmiddels in bezig ben. Dat is De Overlevende van Alex Schulman. Deze gaat dus sowieso in de maand mei uit, want nou ja, daar ben ik zo goed als op de helft. Ik ga deze lezen voor Boek van de Maand voor mijn werk. Ik ben tot nu toe dus halverwege. Ik ga er nog verder niks over zeggen. Wat ik ervan vind, gaat in ieder geval over 3 broertjes die vertellen over hun jeugd. En over hun, nou ja, volwassen leven, het heden. Hoe zij zo zijn gevormd door hun jeugd. Geen makkelijke jeugd, dat verklap ik wel alvast. Dus verder weet ik ook niet heel veel over. Ik heb de synopsis wel een keer gelezen, maar ik ben verder een beetje blind op ingegaan. Ik ben gewoon gaan lezen. En tot nu toe, nou ja, dat ga ik verder niet zeggen wat ik ervan vind. Nog een boek die ik lees voor Boek van de Maand die wel al fysiek in huis is. Middernachtbibliotheek van Matt Haig van uitgeverij Lebowski. Nou, deze had ik volgens mij ook al in het Engels ergens in mijn kast staan. Intrigeerde mij dus ook al om te kopen destijds. Ik lees hier al heel veel goede recensies over. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Dit boek trekt mij heel erg. Dus ik moet hem sowieso lezen in de maand mei. Maar ik ben heel erg benieuwd of het me pakt. Want ik lees ook wel verhalen van mensen die het toch alweer vonden tegenvallen. Dus ik moet er misschien ook niet met al te hoge verwachtingen ingaan. Maar nou ja, ben benieuwd. Deze gaat dus ook in mei gelezen worden. Een leesexemplaar die ik al een tijdje geleden ontving. De Erfenis van Jennifer Lynn Barnes van Blossom Books. Heb ik die naar mijn werk gestuurd gekregen. Volgens mij een beetje fantasy-achtig. Young adult. Dit vond ik wel heel erg leuk. Zo'n stamboom voorin. Ja, ik kan alleen maar zeggen, af en toe is zo'n heerlijke wegdroom young adult heerlijk om te lezen. Een beetje fantasy. Ik vind de cover wel heel spannend. Dus dat trekt me wel. Ik ga het zien. Ik heb hem op mijn lijstje staan. En als de mei maand net zo'n goede leesmaand wordt als april, heb ik goede hoop dat ik het merendeel van deze boeken wel gelezen krijg. Of geluisterd. Ik ben sinds kort weer lid gaan maken, of ben ik weer lid geworden van Storytel. Terwijl ik niet heel erg van de luisterboeken ben, merk ik wel dat het soms wel super handig is. Als ik bijvoorbeeld, ik vind puzzelen heel erg leuk, ik koop altijd puzzels op mijn werk. Maar ja, dat kon ik dan, dat was tijd die ik daar aan besteedde, die ik niet aan lezen kon besteden. En dat mag ook wel, je hoeft niet altijd met lezen bezig te zijn, maar soms is het wel lekker als je 2 dingen dan tegelijk kan doen. Dus ik heb daardoor denk ik nu al 5 boeken in april, 4 of 5 boeken in april geluisterd, die ik anders niet had kunnen lezen. Dus het zorgt wel voor dat mijn TBR, en ik heb echt zoveel boeken die ik nog moet lezen, dat die wel sneller er doorheen gaan. Deze staat bijvoorbeeld ook op Storytel. Die heb ik afgelopen maand dus niet kunnen luisteren, omdat ik, nou ja, andere had geluisterd. Een thriller van uitgeverij Geiger van Gustav Skurdeman. Dit is een hele dikkerd. En volgens mij is het luisterboek ook echt 12, 13 uur. Ik weet niet precies. Ik zet hem meestal wel een beetje versneld. Ligt er een beetje aan hoe de stem mij bevalt. Dus wellicht dat ik deze gewoon als luisterboek in de maand mei ga doen. En 1 van de. Want ik denk dat ik er wel 2 kan wegluisteren. Dus die heb ik meegenomen van vorige maand. Laat ik ook meteen de andere 2 zien die ik mee heb genomen van vorige maand. Piranesi en Wakenhurst. Ik hoop echt ze deze maand te kunnen lezen. Want ik ben naar beide echt ontzettend nieuwsgierig. Ik moet wel wat meer werken in de maand mei. Dus ik moet het een beetje zien te combineren. En mijn tijd een beetje goed te verdelen. Maar ik wil deze niet nog een maand meenemen. Dus heb een lichte voorkeur.
Dan had ik een boek natuurlijk gepakt om weer weg te kunnen strepen van de lijst met boeken die ik echt in 2021 wil lezen. Nou, de meeste mensen deugen is gelukt, dus die kan ik afstrepen. Mythos van Stephen Fry. Nou ja, die wil ik ook gewoon heel graag lezen. En dit is natuurlijk non-fictie. Dus wellicht dat ik dit een beetje weer om en om lees met gewoon fictieboeken. Want ik wil deze gewoon lezen. Ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. Ik hou van die Griekse mythologie en ik wil er meer over weten. Dus is dit wel echt een aanrader. Dus, ook nog eentje. Nog twee die ik had overgeheveld. Nee, één. Deze had ik ook nog overgeheveld. Ik ga leven van Lale Gül. Ik ben hier een beetje huiverig voor. Omdat ik heel veel, ook van collega's, toch wel negatieve berichten krijg over het boek. Over de schrijfstijl. Dat het gewoon niet heel prettig leest. Dat het gewoon niet een heel leuk boek is. Terwijl die als warme broodje over de toonbank vliegt. Hij staat al 3 weken volgens mij bij ons op de nummer 1 qua verkoop. Dat zal volgende week anders zijn, want De Zevende Zus komt uit. Dus ik verwacht dat Lale van de eerste plek gestoten gaat worden. Maar deze kwam ook op Storytel. Volgens mij in mei ergens. Ik hoop aankomende week, of misschien is die er al. Ik heb Storytel even al een paar dagen niet gecheckt. Want dan ga ik hem gewoon luisteren, denk ik. Ik denk dat ik dat maar ga doen dan. Ja, deze kijk ik ook heel erg naar uit. Die heb ik zelf gekocht. Unsinkable van Lotte van den Noord. Ja, deze, hier word je echt mee doodgegooid op social media. Van mensen die hem hebben gelezen en hem helemaal fantastisch vonden. Het is een soort van Titanic hervertelling. Of nou ja, gebaseerd daarop. Ik ben hier gewoon heel erg benieuwd naar. En deze is ook op Storytel, maar ik wil deze gewoon lezen. Als ik zelf lees, kan ik het toch iets beter in me opnemen. En ik wil dit boek gewoon zelf lezen. Dus deze staat zeker ook hoog op het lijstje om te gaan lezen. Dan heb ik ook 3, 4 kinderboeken gepakt. Want kinderboeken, zeg ik altijd wel, lezen extra snel. Dat valt niet altijd. Dat is niet altijd zo. Maar ja, er zitten een paar bij die ook gewoon voor recensies gelezen moeten worden. Niet allemaal, want deze. The House in the Cerulean Sea. Ja, die heb ik meteen gekocht toen die uitkwam. Omdat er zo ontzettend veel positieve berichten op social media voorbij kwamen. Ik wil hem nu gewoon gelezen hebben. Ik dacht niet dat ik deze op mijn lijstje had staan van boeken die ik in 2021 echt wil lezen. Ik twijfel er een beetje over. Ik had hem er misschien ook wel gewoon op moeten zetten als hij er niet op stond. Maar deze gaat gewoon gelezen worden nu. Want ik wil het gewoon. Ik wil weten hoe die gaat. Dan heb ik nog 3 boeken die ik opgestuurd heb gekregen. Volgens mij alle 3 gewoon naar mijn huis. Dus dan voor mijn blog. De Geest en het Meisje van Lucy Strange. Deze. De Held van Fabel. Van Scott Rindgen. En het tweede deel in de Dader op het Spoor serie. De Ontvoerde Schat van M.G. Leonard en Sam Sedgman. Dus 3 kinderboeken die ik heel graag wil lezen om ook om mijn blog voorbij te kunnen laten komen. 3 kinderboeken. Moet lukken, zou ik zeggen. Dan een boek die ik op mijn werk binnenkreeg. Dus een leesexemplaar. Kastanjehoven van Tommy Niesem. Volgens mij is dit een beetje Hendrik Groen-achtig. Er zit humor in, hou ik van. Hij is niet zo heel erg dik, dus ik denk dat dit wel heel lekker snel weglees. Dus ik dacht, nou, die leg ik ook nog op de stapel erbij. Ik had toen al een redelijke stapel klaar liggen, maar hij trok me gewoon. Dus ik wilde hem er gewoon bij leggen. Dan heb ik er nog 1 die ik eigenlijk heb gepakt, omdat ik weet dat hij op Storytel staat. 6 Stories van Matt Wesolowski. Van A.W. Bruna uitgeverij heb ik ook als leesexemplaar op mijn werk gekregen. Ik denk dat ik deze op Storytel ga doen. Want het is niet zo'n heel dik boek. Dus ik verwacht dat het luisterboek ook niet mega lang duurt. Die had ik ook als idee voor een luisterboek gepakt. En de laatste, Orakel van Thomas Oldeheuvelt, wil ik gewoon heel gauw lezen. Ik had eigenlijk ook nog Shuggy Benen op willen zetten. Maar ik denk, ja, volgens mij ga ik mezelf dan echt, wordt het te veel. Maar wellicht lees ik het allemaal heel snel weg en heb ik nog ruimte over. Ik denk het haast niet. Maar deze had toch even gewonnen boven Shuggy Bane. Die dan waarschijnlijk naar juni. Alhoewel ik voor mijn gevoel net mezelf heb voorgenomen een maand juni meer op series te richten. We gaan het zien. Orakel trekt mij. Ik wil dit lezen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Een collega van mij vond hem echt geweldig. Super eng. Ik ben niet heel snel bang. Voor mij heb ik kan me niet herinneren dat ik ooit een boek heb gelezen dat ik echt heel erg bang werd.
Maar ik wil dat zo graag een keer hebben. Dat ik dat ook voel. En wellicht dat dat een woord. Dat was mijn TBR voor de maand mei. Ik ben weer redelijk divers. Kinderboeken, thrillers, romans. Nou ja, ik denk dat ik wel... non-fictie zit er zelfs ook weer bij. Ik denk dat ik hier wel mee uit de voeten kan. Ik hoop ook gewoon dat ik weer een hele goede leesmaand heb. Zodat ik in de maand juni weer een hele vernieuwde, verfrissende TBR kan samenstellen. Maar ja, dan moet ik aan het lezen. En nu moet ik eerst koken. Dus wellicht dat ik vanavond nog een stuk verder kom. En morgen misschien al na mijn werk in een nieuwe boek kan gaan beginnen. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie TBR er voor de maand mei uitziet. Zitten daar veel nieuwe titels bij? Of hebben jullie net juist gefocust op het uitlezen van series? Laat het hieronder in de reacties weten. En jullie zien mij gauw weer terug met een nieuwe video. Doeg!